Vrienden, fans en volgers, welkom terug op mijn kanaal. En vandaag zijn we terug met een gloednieuwe Trainspotters vlog. Zoals jullie aan de titel waarschijnlijk hebben gezien. Voordat ik ga starten met de vlog, wil ik even wat zeggen. Ik weet niet of jullie het op het nieuws hebben gezien. Morgen of vanavond komt er een persconferentie van Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van de minister van Volksgezondheid. Dat wil ik ook even met jullie delen. Ik heb gezien wat er dicht gaat en wat er open blijft. En wat er open blijft, niks. Wat er dicht gaat, van alles. Namelijk, scholen gaan dicht, dus dat betekent dat we thuisonderwijs gaan krijgen. Ik heb gehoord dat het op de woensdag gaat gebeuren. Dus voor degene die op de woensdag bijvoorbeeld kerstdiner hebben, want het is ook alweer bijna kerst, dus het is echt gewoon een rot kerst en ik kan er echt gewoon van huilen gewoon, hoewel ik nu niet huil, maar ik kan er echt gewoon van diep van binnen echt, ik weet niet of jullie het ook hebben, maar echt gewoon van diep van binnen echt waar, het is gewoon echt super irritant, want we zitten al sinds maart al in het coronavirus en waar gaat het verder naartoe, we weten het niet, in ieder geval, dus ik hoop dat jullie ook gewoon gezond blijven en dat we weer gewoon snel 2021 weer induiken. Sowieso blijft denk ik de lockdown tot 11 januari. Dus dat is volgend jaar. We moeten het gewoon eens proberen het beste ervan maken en het coronacrisis onder controle te krijgen. Maar in ieder geval, laten we het daar niet over hebben. Laten we het even hebben over Trainspotters, waar we de vlog nu van maken. Nou, zoals jullie weten, we staan natuurlijk weer gewoon op het station Hoorn. Weer lekker treinen spotten. Ik zie daar een mooie firm op het perron staan. Dus dan wachten we gewoon eventjes totdat hij gaat vertrekken. En dan zien we later verder. Als jullie het leuk vinden, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dat is het dus eigenlijk een beetje. En verder heb ik niet echt wat te bieden. En ik heb nog even een vraagje. Wat moeten we doen met de 400 abonnees? Want mijn abonneeteller loopt ook al een klein beetje op. Dus dat is sowieso wel leuk om misschien eventjes erover te gaan hebben. Laat maar weten wat we moeten doen. Ik krijg veel reactie van Jordan. Wanneer komt Face Revile? Dat zou nog lang niet komen. Dus die reactie kunnen jullie voor jullie houden. Laat maar weten in de reacties wat we zullen moeten doen met de 400 abonnees, jongens. Ik verwacht suggesties. Maar in ieder geval, laten we nu wachten, want ja, ik ga nu niet langer vervelen om steeds naar Mix te kijken. Alleen maar de SNG, die twee SNG's die daar stilstaan en een firm die daar stilstaat. Dus ik zou zeggen, nou jongens, gewoon, ik dacht dat er een andere trein aan kwam, maar er komt gewoon nog een mooie SLT aangereden. Dus die filmen we ook. Nou, dat was dus de SLT. Kwestie van wachten op de volgende trein eigenlijk. Nou jongens, ondertussen gaat de firm vertrekken. Nou jongens, dat was de firm. Op naar de volgende trein. Nou jongens, inmiddels komt er een mooie firm aangereden. En de SLT gaat weg. Nou, dat was dus de SLT en de firm.
Want de film komt aan en de SLT gaat weg. Dus dat is wel een leuke shot. Ja, laten we wachten tot de volgende. Nou, jongens, zoals jullie zien komt er alweer mooi een SNG aan. En vertrekt de SNG vanaf de andere kant. Zo, die SNG was een beetje vies van de voorkant, maar ja, beter dan Grafty, zullen we maar zeggen, want treinen kun je gewoon makkelijk wassen met een wasstraat en het is beter dat er geen Grafty op de rit zit trouwens. Voordat ik trouwens de video even pauzeer, heb ik trouwens even nieuws voor jullie. Ik heb twee keer slecht nieuws, wat jullie misschien niet zo echt leuk gaan vinden. Het heeft iets te maken met mijn kanaal en een van mijn video's. Ik ga namelijk stoppen met treinspotten tijdelijk. En het heeft ermee te maken, het wordt winter. Dus dan wordt het koud om de hele tijd die camera in mijn hand vast te houden. Want ik heb het wel eens eerder meegemaakt, maar ik heb die vlog verwijderd. Omdat hij niet meer echt heel erg goed was. En ten tweede, wat ik net uitlegde, er komt een lockdown in verband met die coronacrisis. En daardoor mogen we dus niet naar buiten toe. Want jullie weten, van het voorjaar mochten we ook niet naar buiten toe. We mochten alleen naar buiten voor nuttige dingen. Dus denk maar bijvoorbeeld aan boodschappen doen. En als je bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie werkt, dan mag je ook gewoon naar buiten toe. Maar voor de rest mag er verder niemand naar buiten toe. Je mag eigenlijk alleen naar buiten toe als je iets nuttigs gaat doen. En treinspotten is niet echt nuttig wat je kan doen, op het zomaar te zeggen. Maar in ieder geval, twee SNG's waren geweest. We gaan wachten op de volgende trein. In ieder geval, dat was wel het nieuws. Dus ik moest jullie wel helaas teleurstellen. Maar er komt wel weer een dag wanneer er weer nieuwe vlogs komen. Nou jongens, zoals jullie zien komt daar een mooie SLT aangereden. Nou jongens, dat was de SLT. Ik zie daar wel een machinist in de cabine van de SNG klimmen. We gaan gewoon wachten tot de firm vertrekt. En ik denk dat de firm ook de laatste trein is voor vandaag. Dus dat is wel misschien wel jammer, want ik heb ook niet zo heel veel tijd meer. Dus we gaan gewoon wachten tot de firm vertrekt en dan is het weer klaar voor vandaag. Dus tot zo wanneer de firm vertrekt. Nou jongens, zoals jullie zien gaat de mooie firm M vertrekken. De laatste trein ook voor vandaag, waar ik het net over had. Nou jongens, dat was dus de firm M. Dus dat betekent dat we ook aan het einde zijn gekomen van deze video. Dat is toevallig. De SNG gaat toevallig nog rijden. Nou, filmen we die ook nog even. Zo, nou, in ieder geval, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze treinspot vlog. Vond je het leuk? Doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dit was ook weer de laatste treinspotters vlog tot nu toe. Ik zou zeggen, blijf gezond. Luister naar de coronamaatregelen. En dat is het dus. Blijf gewoon gezond. Hou vol totdat we weer naar school te kunnen. Het is ook namelijk leuk om een leuk iets. Kijk af en toe ook een klein beetje naar mijn oude video's. Want dat is misschien ook wel veel leuk. Dan kunnen jullie een beetje
de geschiedenis terugkijken wat we afgelopen jaren hebben opgenomen. Dus misschien ook, is het ook wel even leuk om weer even wat oude video's misschien wel even terug te kijken voor jullie. Als jullie het tenminste willen, het hoeft niet per se, maar ik geef alleen maar gewoon een soort van suggestie. Of jullie het leuk vinden om even weer naar mijn oude video's terug te kijken. In ieder geval, blijf gezond. Ik hoop dat we 2021 weer gewoon het normale leven weer in kunnen duiken. Zonder coronacrisis, zonder persconferenties. Zou ik zo zeggen, haal 1,5 meter afstand. Draag mondkapjes wat verplicht is. Blijf gezond. Wanneer je ziek bent, laat je testen. Ga in quarantaine. En dan, ja, zeg ik voor de rest. Vond je het leuk, deze video leuk? Doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie gauw bij een volgende upload.